voor mij wijn is ja, plezier, vrienden, familie. Een leven zonder wijn, dat zou geen leven zijn. Beste wijnvrienden, ik neem jullie mee naar Saint-Mont. Saint-Mont, gelegen in het grote Gascogne. We zitten aan de uitlopers van de Pyreneeën, dus heuvelachtig, maar eigenlijk op de achtergrond de besneeuwde bergtoppen. We hebben daar twee wijnen, Tuileries du Bosc wit en Tuileries du Bosc rood. Beide te hand geplukt, hout gelagerd en gemaakt van authentieke druivenvariëteiten, zoals Aroufiac, Petit Corbu, plaatselijke helden van druiven. Heeft een mooie, heldere kleur in de neus. De fruitigheid van perzik, meloen, abrikoos. En toch heb je daar ook zo dat toetje in die finale van die citrus. Dus we proeven een beetje kruidigheid, frisheid. Een wijn perfect bij je frisse salade, charcuterie schotel of een lekker visgerechtje. Zeker met gerookte toestanden. Er zijn ook geuren die we minder kennen eigenlijk. Niet de klassieke Chardonnay of niet de klassieke Sauvignon. Er zit zoveel meer in. De rode Saint-Mont is ook gemaakt van de authentieke druivensoorten. Weet dat in die regio de oudste druivensoorten van Frankrijk staan. Ook terug het mooie hout, rood fruit, lichte kruidigheid. Stevige wijn. Beetje vlezig. Het is een wijn die inderdaad dan ook de charcuterie schotel, gevogelte, rood vlees, wild, lekker in de borstje. Ik zie dat al helemaal zitten. Wees niet bang om die wijn nog 2-3 jaar in je kelder te laten liggen. Elk jaar wel eens proeven. Gezondheid.